Nou, ik ben Eelke Blokker. Ik werk voor het Instituut voor Publieke Waarden. En ik ben net bij een workshop geweest en heb daar ook aan bijgedragen over hoe de drie decentralisaties zich tot elkaar verhouden. En we hebben eigenlijk gezocht naar manieren over, om te ontdekken hoe die decentralisaties, hoe de mensen die daar die van voorzieningen gebruik maken, hoe die zich hoe die overlappen. En we hebben een aantal voorbeelden gezien hoe je erachter kunt komen hoe die hoe de verschillende voorzieningen overlappen. Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Dus zowel op basis van getallen als op basis van gezinnen. En hoe je daar vervolgens mee om kunt gaan. En dat is een manier om een beetje grip te krijgen op wat er ons staat te wachten.